Erik is in gesprek met Ella Vogelaar. Zij is sinds juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros. Hij vraagt haar hoe het nu gaat met Kanaaleiland. Onlangs hoorden we dat een van de wijken, de Vogelaarwijken, er weer bovenop was. Kruiskamp in Amersfoort. Hoe gaat het hier volgens u nu? Nou, het is absoluut verbeterd ten opzichte van toen we begonnen. Maar Kanaaleiland is er nog niet bovenop. Wat is nou de grootste uitdaging voor deze wijk? Naast gewoon het verbeteren van de woningen. Want dat is dus volop gaande op dit moment. En nou ja, ik hoop dat dat misschien wel iets vertraagt. Maar toch gewoon goed afgerond kan worden de komende jaren. En het tweede natuurlijk inderdaad, dat mensen werk vinden en dat kinderen hun schooldiploma halen. En daar spelen moeders natuurlijk vaak een hele belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Ja, want u hebt een boek geschreven dat heet De Verborgen Kracht van Migrantenvrouwen. Dat gaat eigenlijk over mensen die van alles kunnen en willen, maar op een of andere manier niet daartoe komen of onzichtbaar blijven voor de buitenwereld. Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Nou ja, toen ik minister was, toen kwam ik dus in die 40 wijken heel veel. En toen viel me dat enorm op, dat er dus heel veel migrantenvrouwen zijn die eigenlijk in hun dagelijks leven heel veel kracht hebben, zich op hun manier aan het emanciperen zijn. En toen dacht ik van ja, er zou eigenlijk veel meer bekendheid aangegeven moeten worden. En ook gekeken moeten worden hoe we dat als Nederlandse samenleving of als burgers een beetje kunnen ondersteunen, die vrouwen. Ja, ik vergelijk dat gewoon heel erg met ook de emancipatie van Nederlandse autochtone vrouwen. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn eigen geschiedenis. Ik heb een moeder die nu 83 is en die nog leeft. Ja, die mocht van haar vader niet naar de lagere school verder gaan leren. Want vrouwen en meisjes gingen trouwen en die werden huisvrouw. Dus het enige wat ze mocht was een paar jaar naar, dat noemden we de spinazieacademie, de huisartsschool. En daarmee was het afgelopen. En mijn moeder die vond dat vreselijk. Die kon heel goed leren. En zij heeft gedacht van, dit zal mijn dochters niet gebeuren. En dat zie je natuurlijk ook bij de migrantengemeenschappen. Als je kijkt hoeveel jongens en meiden er al die hier geboren zijn en opgegroeid zijn, toch vaak via het mbo en het hbo met een omweg wel weten te leren. En hoe komt dat nou dat er dan bij dit soort wijken lijkt het wel, bij Kanaaleiland of er een vergrootglas op ligt van alles wordt in de gaten gehouden en het kan niet snel genoeg gaan? Ja, nou ja, dat is een beetje natuurlijk het ongeduld in de Nederlandse samenleving, de westerse samenleving, dat sowieso. Maar ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat er mensen zijn die in de politiek en op bestuurlijke functies, die inderdaad daar een beetje tegenwicht tegen geven, uitleggen dat het inderdaad zo is dat emancipatie en integratie van migranten in een nieuwe samenleving, dat daar generaties overheen gaan. Ik zeg altijd, zij doen het in feite al veel sneller dan wij hebben gedaan. Ik bedoel, als ik het vergelijk met heel veel kinderen die nu op het mbo, het hbo, op de universiteit zitten, uit de migrantengemeenschap, die semi-analfabete ouders hebben. Dus die doen iets wat wij in 3 generaties of 4 generaties hebben gedaan, doen zij er in 2. Stelt u zou nu weer minister worden, zou u dan precies hetzelfde doen als destijds? Nou, in ieder geval als het gaat om de wijkenaanpak, absoluut. Daar ben ik heel trots op. En ik zie inderdaad dat er wat aan het veranderen is. En ja, rond integratie, want dat was natuurlijk een ander onderdeel van mijn werk als minister. Ja, dat zou ik ook blijven staan voor de dingen waar ik voor gestaan heb. En dat betekent dus inderdaad die 2 kanten van de integratiemedaille steeds benoemen. Benoemen wat er niet goed gaat, maar ook benoemen wat er wel goed gaat.